Wij zitten hier nu een beetje verveeld, want het is de derde opname die we moeten doen. Terwijl het een vreselijk belangrijk onderwerp is. Jawel, namelijk geen internet. Kijk, ze bemoeit zich ermee en het hele script draait zich aan me om. Niet dat ik een script heb, maar ik vind het wel een leuke opmerking. Nou ja, goed, in ieder geval, wij gaan naar het Benenport Pepsi Guesthouse. Pepsi met EI, niet Pepsi, Pepsi. En dat ligt aan een meer en dat meer heet het Pepsi Lake. Nou, daar kan je je nog even wat voorstellen. Het probleem is alleen dat aan de andere kant van het meer Rusland ligt. En heel dicht bij de kust van Benenport loopt een lijntje, op de kaart dan, hè. En als je daar overheen schrijdt, dan word je door de Russische kustwacht in je kraag gegrepen. Ik denk dat ze niet mee mogen liften op 4G of zo, die Russen. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar er schijnt geen internet te zijn. En hoe moeten wij dat nu doen? Nou ja, vooral ik dat nu doen. Laat ik eerlijk zijn, hè. Hoe moet ik dat nou doen? Ja, 2 dagen zonder internet. Nou is het wel zo dat mijn vreselijk mooie vriendin heeft gezegd... Als het echt niet lukt, jongen, nou dan gaan we eerder weg. Nou, zo zei ze niet helemaal, maar zo heb ik erop gevat. Want anders wordt het helemaal niks. Ze zei, als het mij niet bevalt, gaan we. Dat zei ze. Oh god, dit gaat helemaal niks worden. Ik raak nu al helemaal gestrest. Nou hoop ik wel dat dit de derde poging en de laatste poging is. Want anders weet ik het niet. Dan zijn de Russen nu al aan het interfereren. Ja, goed. Succes. En als wij over 2 dagen niet opduiken, dan weten jullie wat jullie kijken. Op de bodem van het Pepsi-meer. En wie weet vinden jullie ons dat. En als ze terugkomen, dan is het vast met ruzie, want er is er geen internet geweest. Dus we gaan het zien. Daag.